Vandaag heb ik mijn groene beret weer op, want vandaag is de dag van de biodiversiteit. Biodiversiteit. Wat is biodiversiteit? Laten we dat maar eens even gaan tekenen. Doe je mee? Ja, biodiversiteit, hoe teken je dat? Nou, ik dacht, het gaat slecht met insecten in Nederland. Laten we daar dan eens de biodiversiteit van tekenen, van de insecten. De verschillende insecten dus. Nou, mooi beginnen met een vlinder. Zo. Nou, ik vind het best wel een aardige vlinder zo. Vaak zie je die pootjes, die zie je niet, want die zitten dan verstopt onder de vleugels. Een libel kunnen we ook nog even tekenen. Best een aardige libel. Deze vleugels hadden iets groter gemogen, maar ja, dan vallen ze van het blaadje af. Dat gaat niet zo goed. Een lieve heersbeestje. Zo. Ja, een lieve heersbeestje bijvoorbeeld. Een tor. Laten we zo'n grote zwarte tor pakken. Zo. Zo, een tor. Wat kunnen we nog meer doen? Nou, misschien een springhaan. Zo. Even in de vleugels zitten, zo. Ja, dan heeft hij ook nog die voelsprieten, maar daar zit nou een beetje de ding in de weg, de libel. Maar goed, een springhaan.
Nou, ga zelf ook nog eens kijken voor insecten. Ik denk dat er genoeg in de tuin zit of in het bos. Ja, ik woon vlakbij het bos, dus voor mij is dat wat makkelijker te vinden. Maar ja, ga zelf eens op zoek naar insecten en misschien ook anders op internet. En probeer die eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.